Welkom bij De Lezer des Vaderlands. Ik lees en bespreek in 2022 alle Nederlandse fictie die in de bestseller 60 verschijnt. Met heel soms een uitstapje naar wat literaire non-fictie, maar zeker geen vertaalde boeken. Ik offer me op voor het vaderland en aan het eind van het jaar maak ik de balans op. Boek 91 is November van Thomas Oldeheuvel, dat heel toepasselijk in november werd uitgebracht. Het is de vierde titel van deze schrijver die in de bestseller 60 te vinden is na Orakel, Echo en zijn meest succesvolle boek Heks uit 2013 dat vanaf 2016 in de bestsellerlijsten te vinden was. Een groot gedeelte van de boeken die bestsellers worden valt te scharen onder genrefictie, misdaad, romans, chicklit, feel good, thrillers en familieromans. En ook de boeken van Oldeheuvel zijn genrefictie. Spannende verhalen met overduidelijke horrorelementen en motieven die regelmatig terug te voeren zijn op de gothic novel en de zwarte romantiek uit de 19e eeuw. Toch is dit subgenre niet automatisch een kassucces. Natuurlijk is Stephen King de grote uitzondering, maar horrorverhalen zijn van oudsher al een niche waar serieuze schrijvers en uitgevershuizen zich niet zo snel aan wagen. Des te knapper is het dat Thomas Oldeheuvel met een niet aflatend enthousiasme zijn eigen boeken in de markt heeft weten te zetten. Hij is een schrijver die weet waar hij zijn publiek moet vinden en hoe hij ze moet bereiken met boektrailers die op social media gedeeld kunnen worden. Maar hij is ook regelmatig te vinden op festivals en fantasybeurzen. Maar daarnaast weet hij ook gewoon op papier te leveren. Haar grootste geluk waren haar kinderen. Daarom was het ook zo onverdraaglijk dat ze tegen hen moest liegen over wat ze vanavond gingen doen en over wat ze morgen gingen doen in de bossen. Achter hun huis. Lang geleden, toen ik nog een jonge puber was en bekend raakte met de verhalen van Stephen King door films als It en The Shining, kreeg ik het vermoeden dat ik ook een enorme fan van zijn boeken zou zijn. En daarom ging ik naar de bibliotheek op zoek naar het boek It, schrok van de enorme dikte en ik had zoveel moeite met de stijl en het langzame tempo dat ik het boek gewoonweg niet uitgelezen kreeg. Ik wilde liever instant horror, niet die langzaam verschuivende dreiging, het uitstellen van gevaar en het weglaten van een uitleg. Kortom, ik was gewoon nog niet toe aan literatuur. Hier, 28 oktober 1896. James schrijft dat hij op een namiddag stroomopwaarts langs de Tolt wandelde en dat vreemde lichten hem steeds verder de wildernis inleidden. Dwaallichten noemde hij ze. Daar op de oever van de rivier ontmoette hij de duivel. Deze gaf hem een goudklompje dat toekomstig geluk zou symboliseren en stelde hem een deal voor. In november ben je op bladzijde 192 aangekomen wanneer de schrijver de oorsprong van het kwaad beschrijft waarin de bewoners van Bird Street gevangen zitten. En daarom moest ik aan Stephen King denken, omdat Oldeheuvel ook niet al te veel uitlegt, wel heel veel tijd neemt om zijn wereld neer te zetten. Je met belangrijke en minder belangrijke details overstelpt en ook constant de spanning erop houdt. De bewoners van het straatje Bird Street hebben hun ziel verpand aan de accountant, een duivelsfiguur die hen 11 maanden in het jaar voorspoed brengt, maar in de novembermaand valt hun geluk weg en moeten ze een offer brengen. Een levende ziel moet de dood vinden in een nabijgelegen bos. En de bewoners weten dat die ziel nooit meer rust zal vinden. Het perspectief van het boek ligt bij één gezin dat in die straat woont en Oldeheuvel wisselt de hoofdstukken af tussen de verschillende gezinsleden. Vader Ralph, moeder Luana, dochter Kyla en zoon Django. En in de eerste hoofdstukken is het ook erg zoeken naar wie is en wie de andere bewoners in die straat zijn en wat hun functie is en hun karakter. En ook nog eens wat de afgebroken euthanasie uit het eerste hoofdstuk voor functie heeft. November laat zien dat Oldeheuvel zich als schrijver heeft ontwikkeld. De kern naast het pak met de duivel is dat de novembermaand ervoor zorgt dat door het wegvallen van het geluk de personages overgeleverd zijn aan hun eigen zwaktes. En daarnaast biedt hij sterke symbolische beelden die overtuigen. De hele ruimte werd nu gedicteerd door de takkenstapel. Hij lag daar als een levend, ademend wezen, iets uit een andere dimensie dat door een ruimte-tijdscheur in onze wereld was terechtgekomen. Nu ze hem van dichtbij zag, moest ook Kyla constateren dat hij niet op de vloer lag, maar erin. Daarbinnen schemerde een pijloze met takken gevulde diepte. Oldeheuvel is ook altijd een beetje een intertextuele schrijver. In de zin dat hij titels van boeken van andere schrijvers erin heeft gestopt. Wat voor me aardig is voor jonge lezers, omdat die zo andere boeken kunnen ontdekken die de schrijver hebben geïnspireerd. Zo wordt in november het verhaal The Ones Who Walk Away from Omelas van sci-fi schrijver Ursula K. Le Guin genoemd. Een verhaal waarin de bewoners van de stad Omelas voorspoed kennen doordat er één kind is dat namens hen allen moet leiden. Kortom, dat filosofische uitgangspunt
kijk je voor je eigen geluk weg van andermans ongeluk, komt natuurlijk overeen met dit boek. Maar we hebben toch geluk? We dachten dat ons niet zou overkomen. Papa keek hem lang en ondoorgrondelijk aan en schudde toe zijn hoofd. Er bestaat geen medicijn tegen stommiteit. November bestaat uit twee delen. Het eerste deel speelt zich af in november 2022, waarin een vermoedelijke ramp moet worden afgewend. In het tweede deel biedt Oldeheuvel de lezer wat weinig rust, want binnen enkele pagina's is het in het daaropvolgende jaar alweer november. Nu voelen die pagina's een beetje als een kort en noodzakelijk intermezzo om weer zo snel mogelijk terug te kunnen keren naar de rampmaand november. En dat is ergens wel jammer, want waar het de schrijver ook om te doen lijkt te zijn, is om de personages verantwoordelijk te laten zijn voor hun ethische keuze. En juist die tussenmaanden kunnen dan inzicht bieden in wat ze met die keuze doen, zonder dat het zwaard van Damocles gelijk boven hun hoofd hangt. Dat juist in de zomermaanden het gevaar ook aanwezig blijkt te zijn als Django samen met zijn vriendje Liam het bos ingaat. Dat maakt het verhaal gelaagder en onheilspellender. Maar dan is de vraag hoeveel invloed de accountant heeft op deze personages en in hoeverre hun streven naar geluk van henzelf achterlijke mensen maakt. En die kwestie laat naar mijn smaak Oldeheuvel iets te veel liggen. Deze Nederlandse horrorschrijver schreef met november zijn beste boek tot nu toe. Een duister, allegorisch verhaal met internationale allure. Al was het maar omdat het zich in Washington afspeelt en een van de personages uit Brazilië komt. Ik denk niet heel toevallig een land waarin de schrijver ook voeten aan de grond heeft gekregen. Ik ben in ieder geval blij dat deze schrijver een rol van betekenis kan spelen in de boekwinkels in deze donkere maanden van het jaar.